Als ik zelf nog een keer de keuze zou krijgen om te gaan, dan was ik gisteren weg. Ik besloot om vorig jaar mee te doen aan het summercamp, omdat ik het een mooie kans vond om aan mezelf te werken. Vooral hoe ik mezelf beter kan ontplooien als mens en als leidinggevende. Ik ging vorig jaar wel met het idee naar summercamp dat ik een keuze moest maken tussen mijn werk, wat ik heel leuk vind en ook een hobby van me is, en een andere hobby die ik ernaast heb, en dat is schrijven en koken. De summercamp heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat ik geen keuze heb hoeven maken tussen die drie. Want ik doe eigenlijk nu alles naast elkaar. Het summercamp bestond uit verschillende soorten activiteiten, want je doet alles in principe in een groep. Maar er zijn natuurlijk ook wel veel opdrachten die je individueel moet doen. En ik denk dat de combinatie en de afwisseling van de twee wel maakte dat het een groot succes was. Ik zou iedereen Summercamp aanraden, omdat het zo tof is en je daar sowieso iets aan gaat hebben. Of dat nou tijdens je werk is of daarbuiten, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Het is echt een cadeautje voor jezelf.